Hey iedereen, terwijl mijn kinderen even naar boven zijn, neem ik de tijd om snel een video op te nemen. We zijn vandaag 24 december en de meeste mensen zouden zich normaal gezien aan het klaarmaken zijn om vanavond op een loop van de dag uitgebreide kerstfeesten te gaan vieren. Nu, 2020 is niet het jaar wat we gedacht hadden dat het zou zijn. Ook al waren er voorspellingen dat 2020 het jaar was, en ik heb daar zelf ook nog een blog over geschreven, helemaal in het begin van het jaar, dat 2020 een jaar zou zijn waarin dat heel veel zaken zouden afbrokkelen, zouden afgebroken worden, zodanig dat we zouden met een volledig nieuwe lei kunnen beginnen. Dat het natuurlijk op de manier zou gebeuren zoals dat geweest is, dat kon niemand eigenlijk weten. En dat was ook niet ook de bedoeling, dat we niet wisten wat dat zou gebeuren. Want dat heeft ervoor gezorgd dat we tegen de grootste obstakels aangelopen zijn en ook de grootste groei en de diepste groei hebben doorgemaakt. Heel veel mensen lopen er nog tegenaan. Maar ik merk om mij heen dat er wel hier en daar al verschuivingen zijn, veranderingen zijn. Zeker de laatste dagen voelt de energie voor mij veel rustiger, positiever en lichter aan. Ondanks het feit dat het weer aan het regenen is hier op dit moment. Nu, waarom deze video? Omdat ik voel dat ik de boodschap mag meegeven dat ook al ben je misschien nu alleen, of ook al moet je het in een hele beperkte kring gaan vieren, weet dat stilte en de rust een dankbaar middel is. En dat is iets wat ik de afgelopen maanden ook weer heb mogen ervaren. Nu, ik ben een maagd van horoscoop. En dus ik heb mijn zoon en maagd, als je dat beter begrijpt. En dat betekent dat ik sowieso snel de neiging heb om, als ik tegen obstakels aanloop of emotionele uitdagingen heb, om eigenlijk naar binnen te keren, om een stuk zelf af te sluiten. En verschillende mensen hebben de afgelopen maanden en vooral de laatste weken dat ook teruggespiegeld naar mij en stelde zichzelf de vraag van ja, waar hang je uit? Waar ben je mee bezig? Leef je eigenlijk wel nog? Ja, ik leef nog. Maar de reden waarom dat ik ervoor gekozen heb op mijn laatste weken, dat wil zeggen anderhalve maand vanaf ergens begin november, half november was het ongeveer. En ik denk dat het ongeveer gelijk liep met de nieuwe maatregelen hier in België, als toch. Dat ik er bewust voor heb gekozen om mijn energie wat af te schermen. Omdat het is natuurlijk het recht van een ander om te gaan vragen waar hang je uit. En om contact te zoeken en om verbinding te willen maken. Maar het is ook mijn recht om de ruimte voor mezelf te houden als ik voel dat dat is wat nodig is. Of wat ik nu op dit moment nodig heb. Want enkel zo kan ik blijven geven, kan ik blijven delen, kan ik blijven van dienst zijn voor volgers, voor klanten. En dat is eigenlijk een stukje wat je ook doet als je leeft vanuit een hoger bewustzijn. Dan, of dat je nu een spirituele leraar, een healer of een coach bent, dat maakt niet uit. Je leeft eigenlijk en je bent een stuk leider door het voorbeeld te geven. Door eigenlijk te doen wat je zelf leert aan anderen. En daar gaat ook het stukje authenticiteit over. Want uiteindelijk, hoe meer ik in mijn eigen authenticiteit, dus in mezelf ga stappen en vanuit mezelf dingen ga delen met jullie, dan ga ik ook de zaken gaan aantrekken die resoneren met mijn energie. Want jouw energie, niet alleen mijn energie, maar jouw energie ook, die werkt als een magneet. En dus door wie ik ben, door wat ik doe, ga je verschillende mensen gaan aantrekken. Elk maar een ander verhaal, elk maar een andere cultuur, elk maar een ander geslacht met verschillende interesses. En zo heb ik met verschillende mensen gesprekken via de chat. Want offline of gewoon face-to-face mogen we niet samenkomen. Plus, ik heb ook heel veel mensen die me volgen die niet in België wonen. Dus dan is het sowieso niet evident om eventjes snel offline af te spreken. Wat ik wil meegeven is, tijdens een van die gesprekken met iemand die in Afrika woont, dan viel het mij op dat hetgeen wat mij meest raakte tijdens het gesprek, waar dat zij nu op dit moment, of hij op dit moment nu tegenaan liep,
was dat hij door bepaalde overtuigingen, bepaalde waarden die leefden in zijn gemeenschap, hij niet in staat was om de kerstdagen en de nieuwjaarsdagen, dus nu eigenlijk het laatste van het jaar, om dat door te brengen met zijn gezin, om dat door te brengen met zijn vrouw en zijn kind. En op dat moment wou ik dat ik, omdat ik heel hard zijn pijn voelde en het gemis voelde en die emotie er rond voelde, wou ik dat ik een toverstaf had om zijn obstakels op te lossen. Om mijn obstakels op te lossen. Om jullie obstakels op te lossen. Het zou gemakkelijk zijn. Als we met een vingerknip of een hocus pocus of weet ik veel wat, eigenlijk alles kunnen oplossen waar we tegenaan lopen. Maar alleen dan, op dat moment, ontneem ik jou, ontneem ik mezelf, ontneem ik hem een hele waardevolle kans om een diepe zielsles te gaan leren. En de eerste les dat die persoon eigenlijk dan te leren heeft, is, en iedereen eigenlijk van ons, is dat we niet vastzitten. Ongeacht hoe dat we ons ook voelen, of ongeacht hoe dat de situaties erop voorstaan, we zitten niet vast. Er is altijd een oplossing. En ja, dat betekent dat je soms moet op een andere manier naar je situatie gaan kijken. Dat betekent dat je het soms anders moet gaan doen dan dat de meeste mensen ooit hebben gedaan. Dat betekent dat je het moet anders gaan doen dan de gekende regels. Maar net daar zit de groei. Net daar zit het gat waar je eigenlijk uit die matrix kan gaan stappen. Want de matrix is niks meer en niks minder dan al de gedachten, al de verzameling van overtuigingen en waarden en normen dat wij denken dat wij moeten naar leven. Maar is dat ook zo? Nee, dat is niet zo. Wij kunnen dat veranderen. We hebben de kracht en we zijn het waard om dat ook te gaan veranderen. En dat is hetgeen wat ik ook aan mijn klanten leer en toon. Van de weg uit het probleem, waardoor dat ze zich nu beperkt en zich klein voelen, die is er al. Het is gewoon een kwestie om je blik te verruimen, om je paardenkleppen af te doen en te gaan zien welke mogelijkheden, welke oneindige mogelijkheden dat er zijn. En om van daaruit dan in je grootsheid te gaan stappen. Om van daaruit dan echt te gaan voelen dat je inderdaad oneindig en krachtig bent. Dat je niet klein bent. Zo krachtig zelfs, dat wanneer dat je inderdaad nu tegen een aantal zaken gaan aanlopen, dat de volgende angst ongeacht zal zijn, de angst voor succes, de angst om heel veel aandacht te krijgen, of de angst om een hele diepe liefde te voelen en te ervaren, die zo onvoorwaardelijk is, waardoor je opnieuw weer gaat gaan twijfelen of dat bestaan eigenlijk wel echt is. Wat dat maakt, dat we dan onszelf weer gaan saboteren. En op dat punt, dan ben ik er natuurlijk weer om jou die nodige schop onder je kont te geven, om ervoor te blijven zorgen dat je vooruit gaat. En dat is hetgeen wat ik doe met wanneer ik met mensen samenwerk, is eventjes met hen meelopen. Zodanig dat ze voldoende zelfvertrouwen weer hebben in zichzelf, in hun eigen talenten. In de verbinding dat ze hebben met hun hogere zelf, met hun hitsen of met het universum of wat dat je mee resoneert, maakt niet uit. Maar zodanig dat je zelf ook weer gelooft in de krachten dat ik al zie dat jij hebt. Want je bent het waard om je beste leven te ervaren. En niet morgen, niet volgend jaar, niet vanaf 1 januari, niet wanneer je dit of dat al bereikt hebt, maar nu al, nu vandaag al. Dus sta jezelf de vraag van, wat maakt dat ik nu nog altijd gewoon genoegen blijf nemen met de situatie waar ik nu in zit? Wat maakt dat ik nog altijd blijf wachten? Wat maakt dat ik nog altijd blijf wachten op die persoon? Wat maakt dat ik blijf wachten op de jobopportuniteit? Of wat maakt dat ik blijf wachten op? Het gaat erom dat we zelf verantwoordelijkheid gaan nemen. En vanuit onze vrouwelijke energie, dus vanuit onze intuïtie, vanuit die afstemming met onze ziel, dat we vanuit hetgene wat we voelen dat mag ontstaan, dus vanuit die creatieve verbinding dat we hebben, vanuit onze talenten, dat we dan actie gaan ondernemen om onze dromen en onze verlangens in de wereld te gaan brengen. Om die gaan te magnetiseren, om die naar ons toe te gaan trekken. Dus we gaan niet gaan jagen. Dat is iets mannelijks. Dat is die mannelijke energie. Maar we gaan eigenlijk vanuit onze vrouwelijke energie, waar dat ontvangen is en dus aantrekken is, gaan we op een heel andere manier ons leven gaan manifesteren en gaan creëren. En dat zijn de dingen dat ik zelf mee heb geëxperimenteerd, zelf mee aan de slag ben gegaan, zelf heb gekeken van wat werkt er niet. En dat ik ook dan vervolgens meegeef aan mijn klanten. Zowel in de 1-op-1 sessies, die dan natuurlijk de meeste transformerende sessies zijn. Omdat ze
één op één zijn. Dus ik volledig mijn energie en focus gaat dan op jouw situatie. Of op jouw leven. Op wat, hetgeen dat jij wenst te leren en nu nodig hebt. Maar ook in alle video's die ik maak. In alle transities, visualisaties die ik maak. De blogs die ik schrijf, de posts die ik schrijf. Alles is... ontstaat eigenlijk vanuit die verbinding met mijn hogere zelf. Ontstaat vanuit de verbinding met mijn gidsen. En ik ga niet gaan zitten en gaan bedenken van waarover mag het vandaag gaan. Nee, ik laat het gewoon ontstaan vanuit de verbinding die er is. Omdat ik vertrouw en weet, en dat is mij al meermaals getoond en bewezen, dat wanneer ik zo werk, ik altijd de juiste mensen bereik. En ik altijd de mensen bereik die op dit moment de boodschap nodig hebben. Maar ik ben ook niet voor één. Ik ben ook niet de coach die voor iedereen is. Niet iedereen is klaar om te horen wat ik te vertellen heb. Want ik ben een, hoe zei het, een klant van mij, een hele down-to-earth coach. Die mensen ook helpt om echt die spiritualiteit, die energie die vaak gewoon hier blijft hangen, echt te gaan integreren zodat je in je dagelijks leven kan gaan gebruiken. En daar gaat uiteindelijk meesterschap om. Dat je elke dag kan intunen op je intuïtie. Dat je elke dag kan gebruik maken van de boodschappen die je ontvangt van je gidsen en je lichtteam. Maar ze zijn er ook elke dag. Dus het gaat niet enkel om die 10 of die 20 minuten waarop we gaan manifesteren, wil ik zeggen. Waarop we gaan mediteren of gaan werken met visualisaties. Nee. Het gaat over de 24 uur in de dag. Het gaat over die 7 dagen in de week. Het gaat over die 12 maanden in het jaar. En ook daar zit er natuurlijk weer een hele betekenis achter. Maar dat is voor, iets, voor een andere video. Maar dus... wacht niet langer om in je kracht te stappen. Laat deze video, laat deze boodschap de toestemming zijn om voor jezelf te kiezen. Om te tonen wie dat je bent. Want de wereld heeft je nodig. Het is niet zomaar dat je hier op aarde nu rondloopt in deze tijd. En zeker als je resoneert met mijn energie, dan heb je hier ook nog iets groters te gaan doen dan enkel maar hier gewoon te zijn. Dus laat mij jou helpen. Laat mij jou weer op weg zetten. En... zoals altijd, heb je vragen, loop je ergens tegenaan, stuur mij een mailtje via de website. Dat is www.schoolvoorascensie.be, sorry. Maar je vindt het terug in de linkjes overal. En zoals altijd wens ik jullie een oneindig veel liefde voor jou en jouw dierbaren. En geniet van deze krachtige energie die naar de aarde toestroomt. Dag.